Elke maand geeft het stadsbestuur van Sint-Niklaas een kalender uit met daarin alle culturele activiteiten voor jongeren in de stad. Sint-City heet die brochure. De activiteitenkalender wordt op 10.000 exemplaren verspreid en kan je zo meenemen op 175 plaatsen in de stad waar jongeren vaak komen. Dit is hem dan, de nieuwe Sint-City. Hij ligt binnenkort overal in Sint-Niklaas waar jongeren komen. Dat is het product dat dus al van in september bestaat om jongeren naar cultuur te brengen en cultuur naar de jongeren te brengen. De katholieke hogeschool Sint-Lieve ondersteunt het project Sint-City. Daarmee geven ze het studentenleven in Sint-Niklaas een duwtje in de rug en profileren ze zich als een school waar levenslang leren centraal staat. Wij weten dat het vormen van jongeren dat dat meer is dan alleen kennis doorgeven, maar dat zij ook op andere vlakken zich moeten zelf vormen of dat wij iets moeten aanreiken om zich te kunnen vormen. En cultuur is een van die vlakken die wij hen willen aanreiken. Het succes van de folder groeit. De organisatoren van jongerenactiviteiten zijn tevreden met de brochure. Dat merken wij zelf ook in het jeugdcentrum Nederland hier, dat wij door die folder wel wat meer volk in ons zaal hebben. Wij kregen vroeger nogal de commentaar van Sint-Niklaas, er valt eigenlijk niks te beleven, terwijl dat er wel heel veel activiteiten worden georganiseerd. Alleen wisten de mensen het niet, dus daarom dat de folder Sint-City is uitgekomen. Tweede week van de paasvakantie organiseert Red Star Waasland een sportkamp op het Puijenbeekstadion. Iedereen tussen 6 en 16 jaar kan inschrijven. Deelname kost maar 10 euro voor de hele week. Er wordt niet enkel voetbal aangeboden, maar allerlei activiteiten zoals circustechniek, ropeskipping, baseball, basketbal, volleybal, hockey, schermen, zwemmen, creatieve opdrachten, noem maar op. Er wordt ook opvang voorzien van 7 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds voor de kleinsten. En inschrijven kan via de site www.rswaasland.be. Ik hoop dat ik iedereen mag verwelkomen tijdens de tweede week van de paasvakantie. In de KU Sint-Lieve wordt op donderdagavond 20 maart om 8 uur de filmreportage Mijn Verhaal vertoond door de Marokkaanse jongerenorganisatie Hidaya. De stad Sint-Niklaas behoort tot de Europese coalitie van steden tegen racisme. Vrijdag 21 maart is het de dag tegen racisme en het stadsbestuur onderneemt dan ook verschillende acties om verdraagzaamheid in de kijker te zetten. De film die Mohamed gemaakt heeft vertelt het verhaal van twee Marokkaanse mannen van de eerste generatie die naast het feit dat zij hun migratieverhaal vertellen, is het zo dat zij ook wel een blik werpen op de huidige samenleving hier in Vlaanderen 2007, zeg maar, want de film is vorig jaar gemaakt. De reportage wil vooral een dialoog opwekken en enkele hardnekkige vooroordelen de wereld uithelpen. Mensen denken van ja, dat zijn mensen die alleen maar naar de moskee gaan en voor de rest niks te maken willen hebben met de Vlaamse samenleving. Wat natuurlijk uiteraard niet klopt. Hè. Dus je ziet heel duidelijk dat ook binnen de eerste generatie Marokkaanse mensen, dat je heel wat diversiteit aantreft. Sint-Niklaas organiseert ook vorming over de wet tegen racisme. En in de muziekacademie is er een concert voor verdraagzaamheid. Aan de muur van de academie hangt sinds maandag een spandoek met een bijzonder gedicht. We hebben gekozen voor een gedicht van een Poolse auteur die ook de Nobelprijs heeft gewonnen voor literatuur. Die ergens weergeeft dat afkomst eigenlijk louter toeval is. Dat mensen, dat het geen voorrecht is om af te stammen uit een liefdevolle familie of uit een familie die het financieel heel goed stelt. Eigenlijk is afkomst zuiver toeval. Ja.